Aan het eind van de 18e eeuw streden inwoners van Gelderland voor meer burgerrechten en democratie. De Nederlandse revolutie, dat klinkt meteen al mooi, hè? Ja. Ja, dat is voor de Franse revolutie. Een kleine elite had in Gelderland alle touwtjes in handen. De patriotten waren vrijheidsstrijders die dat ten koste van alles wilden veranderen. Hij is alles op een gegeven moment kwijtgeraakt. Ja. Dat Waarom? Was toch zijn politieke drijfveer. Dat hij zegt van eerst dus die politiek op een hoger plan tillen. En wat de consequenties daarvan worden of zijn, dat accepteer ik achteraf. Onze Gelderse voorouders gingen voorop in de strijd tegen de machthebbers en voor inspraak van het volk. Het is niet helemaal gelukt in de verdediging toen. Je kunt niet alles hebben in het leven. Vandaag in Ridders van Gelre. Hoe onze Gelderse voorouders streden voor burgerrechten en democratie. Goed kijken, mannen, hoe het moet. Bas, we gaan een actie beginnen. Een actie voor meer Gelderse verhalen in het geschiedenisonderwijs. Want strijden voor onze idealen, dat is ons recht. En ook heel Gelders. Want onze voorouders, eind 18e eeuw, die hebben al gevochten voor de democratie en burgerrechten. Ja, echt een fantastisch verhaal. Dat waren de patriotten. Ja. Eigenlijk waren ze de eerste die streden voor onze democratie. Gelderse uitvinding. Nou, precies. Een eerbetoon. Een eerbetoon aan de patriotten. Hé, ik ga handtekeningen ophalen voor onze eigen actie. Nou, bedankt. Vrijheid van drukpers, inspraak van het volk in het bestuur en vrijheid om handtekeningen te verzamelen. Dat is nu heel normaal, maar vroeger was dat wel anders. De patriotten hebben ooit hard gestreden voor onze democratie. Dat deden ze overal in Gelderland. In Hattem, in Zutphen, maar vooral ook hier in Elburg. Wat weet u nou over de Gelderse geschiedenis? Geen moer. Dat wil ik zeggen. Ja. Dat moet veranderen. Zou u willen tekenen voor de petitie? Meer en beter Gelders geschiedonderwijs. Ja, dat kan toch niet zo blijven? Nee, dat kan zeker niet. En voor u is het laat, maar voor onze kinderen, hè, daar gaat Kijk, het om. Kijk, daar gaat het om. Kruisje mag ook, hè? Dat deden ze vroeger ook. Oh, dan wordt het lastiger, ja. Maar ik heb niet zo'n mooie handtekening, hoor. Dat geeft helemaal niks, als het maar te lezen is. Alsjeblieft. Hartelijk dank, hoor. Dan willen wij graag dat er op de basisschool niet alleen maar verteld wordt over de Amsterdamse grachtengordel en wat er in Den Haag is gebeurd, want wat hebben wij er in Elburg mee te maken. Ja. En in de rest van Gelderland, we willen Gelderse onderwerpen in het geschiedonderwijs. Okay. Dat vinden wij heel belangrijk voor onze jeugd. Dat vind ik wel leuk, want ik ben zelf ook stadsgids. Dus echt waar? Mag ik u even vragen te tekenen voor de petitie voor meer en beter Gelders geschiedonderwijs? Ja hoor. Want ja, de kleine moet natuurlijk wel ook iets leren over Elburg en omgeving, toch? Ja. Als hij op school gaat. Absoluut, ja hoor. Hebt u een beetje iets geleerd over Gelderland op school vroeger? Vrij weinig. Niks, hè? Nee, dat dacht ik ook. Dat moeten we veranderen. Joost, zo'n handtekeningenactie. Kon dat nou zomaar in de 18e eeuw? Nou, sterker nog, in de 18e eeuw is dat voor het eerst echt ook gebruikt als politiek pressiemiddel. En dat gebeurde op het eind van die 18e eeuw. In de Nederlandse revolutie, rond 1780. De Nederlandse revolutie, dat klinkt meteen al mooi, hè? Ja. Ja, dat is voor de Franse revolutie. Want daar waren we nog een tijdje daarvoor, waren wij in Nederland al bezig om te zeggen, het bestuur dat moet anders, dat moet democratischer en dat moet gebaseerd worden op mensenrechten. Maar handtekeningenactie, dat kon wel? Ja, wacht even. Dat kon lange tijd in Gelderland, totdat de beheersers toen, de bestuurders, zeiden, nou, wij vinden dat toch wel iets te ver gaan. En toen zeiden ze, nee, dat moet ophouden. En verboden dat met een zogenaamde bloedplakkaat. De bevolking hier zei, nee, wij gaan dat plakkaat gewoon niet afkondigen. Dat accepteren we niet. En wij zeggen, dat is tegen de grondrechten van ons. Hoe werd Nederland bestuurd in die tijd? De gewone burgers die hadden geen inspraak. En vanaf 1750 was het de stadhouder die bepaalde welke mensen mochten regeren. Maar die despoot die hier alle stadsbestuurders aanwees, die stadhouder, dat was toch de prins van Oranje? Ja, dat was prins Willem V. En de
overgrootvader van de opa van de oma van onze huidige koning. Dus en die bepaalde dat. En die was nog helemaal niet democratisch. En tegen deze voorouder van koning Willem-Alexander, tegen deze stadhouder, kwamen wij Gelderlanders, de patriotten, tegen in opstand. Ja, want we wilden meer inspraak in het bestuur hebben. We wilden voortaan zelf kunnen bepalen wie ons het land zou regeren. Wil jij nog even onze petitie tekenen? Jazeker, want ik vind dat een heel goed plan. Gelders geschiedonderwijs en dat dit verhaal ook verteld wordt op school. De patriotten streden niet alleen voor inspraak voor het volk, ze wilden ook gelijke rechten voor alle burgers. Ik kan het me nu niet meer voorstellen, maar als je toen het verkeerde geloof had, was je een tweederangs burger. Dat is nu gelukkig wel anders. Maar vroeger moesten katholieken stiekem naar een verborgen kerk. Maar dit is kasteel Ter Horst bij Loenen? Ja. En mensen gingen hier naar de kerk? Ja. Op een kasteel? Ja, dat moest wel. Moest? Moest. Want ze hadden geen eigen kerk. En hier is die kerk? Hier is de kerk, ja. Het ziet er gewoon uit als een orangerie. Klopt. Nou, orangerie. Het is een bouwhuis. Wij noemen het bouwhuis. Bouwhuis. En, maar hoe kan ik dan zien dat dit een kerk is? Nou, dat kun je eigenlijk ook niet zien. Dat is de bedoeling ook. Dus hierachter zit die... Nee, niet te hard trekken, want het zit vast. Het is vastgeschilderd per ongeluk, denk ik. Maar ze konden voorheen konden ze nog helemaal open. Maar hier zit, gewoon helemaal geen glas achter. Er zit geen glas achter. Als je ze open doet, dan zie je muren. En deze deur is dus ook nep. Ja, dit zijn schijndeuren. En dat kun je eigenlijk wel zien als je deze vergelijkt met de deur aan de overkant. Bijvoorbeeld van die daar. Daar zitten hele grote scharnieren in. Nou, hier zie je geen scharnieren. En als je heel goed kijkt, zie je ook dat de plintjes anders zijn. En het zit echt helemaal vast ook aan de stenen. Oh, het is echt een kerkje. Mooi altaar, zeg. Mooi, hè? Ja? Ja, dat is ook heel bijzonder. En hier stonden dan de mensen stiekem katholiek te zijn? Voor de overheid stiekem, maar hier in het dorp wist men natuurlijk precies wie protestant was en wie rooms-katholiek. En waarom moest het stiekem? Officieel was de rooms-katholieke godsdienst nog verboden. En dat was dus al 200 jaar zo. Dus de mensen was eigenlijk helemaal niet vrij in die tijd? Wat godsdienst betreft niet, nee. Nee. En als je als Gelderse edelman nou katholiek was, ja, werd het dan geaccepteerd? In zekere zin wel, maar kijk, als je van adel was, dan was het natuurlijk prachtig als je ook eervolle functies had. Ja. En bijvoorbeeld de familie die dit huis heeft gebouwd, die waren burgemeester in Arnhem, die behoren tot stadsbestuur. Maar toen die omslag kwam, was die functie voor hen niet meer mogelijk. En konden ze eigenlijk alleen nog maar eervolle functies vervullen in het leger. Zullen we maar een kaarsje branden voor alle onderdrukte? Uitstekend. Nou, er is ook zoveel onderdrukking in de wereld, doen we er gewoon meteen twee. Dat kan de mensheid wel gebruiken. Wij kunnen onze eigen petitie nu gewoon ook via internet verspreiden. Hè? Kunnen we hier gewoon in alle vrijheid van alles opplakken. Maar hoe deden die patriotten dat met hun ideeën in de 18e eeuw? Nou, in de patriottentijd was het zo dat via pamfletten eigenlijk de ideeën verspreid werden. Het gebeurde allemaal nog publiekelijk. Dat moest allemaal anoniem gebeuren. En wacht maar eens even. Ik heb hier een pamflet aan het volk van Nederland. Ah. En in 1781, daarmee begon het eigenlijk allemaal.
Johan Derk van de Capelle. Hij schreef het, hè? Een Gelderse edelman. We weten nu dat het Johan Derk was. We wisten toen nog niet. Het was anoniem. Hij wilde dat zorgen dat de bevolking zijn eigen bestuurders ook zou gaan kiezen. Ja. Dat idee dat zit al in dit pamflet. Hier werd de stadhouder. Die had de bevoegdheid om al die stadsbestuurders te kiezen. Ja, en die kreeg daar flink geld voor. Er was een heel systeem van eigenlijk wat we nu zouden zeggen corruptie. Nou, dat was eigenlijk wat gaande was in de Republiek. En ja, daar wilde Van der Capelle een einde aan maken. Van der Capelle die schreef dat pamflet dus aan het volk van Nederland. Dat schreef hij in Appeltern, in Gelderland. Diep in de nacht werd het in heel Nederland verspreid. Vanuit Gelderland werd het in heel Nederland verspreid. En men kon de daders niet te pakken krijgen. Verzamelt uw lieden, elk in uw steden en ten platte landen in uw dorpen. Komt vreedzaam bijeen en kiest uit het midden van uw lieden een matig getal brave, deugdzame, vrome mannen. Kiest goede patriotten. Dit is nog in als een bom, hè, in heel Nederland, dit pamflet. Ja, iedereen was geschokt. Althans, de zittende macht die was geschokt en die wilde weten wie heeft dit geschreven? Wie wil onze macht hier aantasten? De Gelderse familie van de Capelle speelt een hoofdrol bij de patriotten. Vooral Robert Jasper van de Capelle tot en Mars heeft zeer vooruitstrevende, democratische ideeën. Deze edelman wordt gezien als de leider van de patriotten. Robert Jasper van de Capelle woonde hier, op kasteel Engelenburg. Robert Jasper was een hele vooruitstrevende, democratische edelman, politicus. Ja, hij wilde gewoon vernieuwingen. Hij wilde gewoon de politiek in Nederland meer bij de burger brengen dan alleen het feodale systeem van prins Willem de Vijfde. Dus een edelman wil eigenlijk de macht verdelen? Afstand nam van het stadhoudelijke hof, waar hij ook verkeerde. Een patriot? Een patriot, ja. Echt voor zijn land. En ook voor de mensen. Gewoon de normale burger moest ook meer inspraak krijgen in beslissingen die anders werden genomen. Alleen aan het hof in de Staten van Holland. Ja, ik heb Robert Jasper nooit kunnen ontmoeten, maar ik sta nu toch oog in oog met Van der Capelle. Lijkt u nog een beetje op hem? Inderdaad. Ja? En voelt u het ook in uw ziel dat u een Van der Capelle bent, een nazaat van hem? Wel specifiek van, ja, dat geloof ik wel, want je bent er te druk mee bezig. Je bent er toch gewoon door uitzoeken en de verhalen, ja, wordt het langzamerhand een soort met zielsverwant. Ja. Zielsverwant? Ja, dat denk ik. Ik heb het voor u meegenomen. Ja. Herkent u hem? Dat is hem. Ik herken het kindertje wel. Dat is geschilderd door Kaldenbach. U lijkt er wel op, hoor. Ja. Ja. Ja, dus dat was ook het aangezicht, inderdaad. Maar verschrikkelijk leuk. We brengen hem even weer een beetje naar huis. Dat is heel leuk. Ik denk dat hij daar zeer verguld mee zou zijn. En u? Ik zeker. Ja? Tuurlijk. Ja. Wat voelt u als u hem zo aankijkt? Weer die zielsverwantschap. Naar zijn gezicht kijken, naar zijn... ik vind het heel mooi. Nou. Daar gaan we. Zullen we eens even proberen? Ja? Helemaal goed. Een beetje recht hangen. Nou, Robert Jasper is weer thuis. Het is even zoeken, maar dan heb je ook wat. Robert Jasper van de Capelle organiseerde een grote handtekeningenactie onder het volk om zijn democratische idealen te bereiken. Hier ergens in de archieven moeten die handtekeningen van onze voorouders bewaard zijn. Ook zij wilden meer inspraak in de politiek. Ja, ik heb het, Joost. Ah, ja, dit is een mooie lijst. Dit zijn allemaal mensen die steun betuigen aan Robert Jasper en aan andere patriotten. Ja. Maar dat burgers zelf zich mochten bewapenen, dat was ook iets dat de patriotten wilden. Ja, Amerikanen waren grote voorbeelden voor de patriotten. En in Amerika werd dat toen ook gezegd van, ja, de man die zich kan verdedigen, dat is degene die ook zijn stem mag kunnen uiten.
Die steun voor de patriotten is dus in Lochem, Warnsveld. Hengelo. Ja, andere plaatsen in de Achterhoek. De Noordelijke Veluwe, Nijkerk, Elburg inderdaad. Robert Jasper heeft deze tekst opgesteld. Mede, ja. Ja, die hebben die teksten opgesteld en die hebben daarin gezegd van, nou, de manier zoals Gelderland geregeerd wordt, namelijk dat het bestuur allemaal bepaald wordt door de stadhouder, de prins van Oranje, dat regeringsreglement uit 1750 waarin dat bepaald werd, daar moet een einde aan komen. Wij willen dat aangepast hebben. Wij willen voortaan dat de bevolking zelf inspraak kan hebben over wie hen bestuurt. Heel modern. Ja, ja, dat is ook de moderne staat. De democratie wordt eigenlijk in deze periode geboren in Nederland. En die petitie, die tekst van Robert Jasper en andere patriotten, wordt dus echt ondertekend door gewone mensen. Dat zien we hier ook. Massale handtekeningenactie. Waren wij daar in Gelderland nou een van de eerste mee? Nou, dat het zo georganiseerd is en dat er zo'n massapetitionement uit heel veel plaatsen tegelijkertijd komen met een vast tekst van een verzoekschrift, dat is iets wat in Gelderland voor het eerst werd gedaan. Die handtekeningen gingen naar het provinciebestuur in Gelderland. Ja. Hoe reageerde dat provinciebestuur hierop? Nou, die waren not amused. Want deze burgers, al die meneer Hulstein en die meneer Willem Bast, die wilden zelf voortaan inspraak hebben. En die wilden voortaan kunnen kiezen wie hun bestuurder was. Nou, Robert Jasper had het enorm goed. Hij was politicus, vermogend, was ook nog eens een keer natuurlijk om de liefde, maar ook vrij strategisch getrouwd. Ja. Hij leefde als een god in Gelderland. Inderdaad. En dat had hij ook moeten blijven doen in mijn optiek. Ja. Maar hij is alles op een gegeven moment kwijtgeraakt. Ja. Dat Waarom? Was toch zijn politieke drijfveer. Dat hij zegt van eerst dus die politiek op een hoge plan tillen. En wat de consequenties daarvan worden of zijn, dat accepteer ik achteraf. Maar toch eenmaal zich ingezet voor die patriotten en overigens ook voor de ridderschap van Gelderland, heeft hij gewoon dit allemaal met veel verve verdedigd en geprobeerd een tegenhanger te worden van de Staten van Holland. En wat bezielde hem nou zo in die democratie? Hij wilde, denk ik, ten behoeve van de mensen, de gewone burger en in zijn totaliteit het Gelderse gebeuren meer op de kaart zetten en de vrijheid voor deze mensen bepleiten. Vandaar ook zijn ideeën over vrijheid van meningsuiting, vrijheid van drukpers, kiesrecht, burgerbewapening. Dus hij wil heel ver gaan tegen de stadhoudelijke macht. En dat is in die tijd een zeer moderne opvatting, hè? Wat hem vooruitstrevend zelfs. De doodstraf uiteindelijk opleverde als enige patriot. Zullen we eerst maar eens op hem drinken? Dat lijkt me heel verstandig. Gezondheid. En vrijheid. Gezondheid. En vrijheid. Hier in Hattem gaat het uiteindelijk helemaal mis. Na de handtekeningenactie van Robert Jasper van de Capelle stuurt het Gelderse provinciebestuur het leger af op de patriotten in Hattem. Stel je voor, het regeringsleger dat burgers aanvalt. Dat zien we nu alleen in Syrië, maar het gebeurde toen ook in ons eigen Gelderland. Waarom stuurt het provinciebestuur nou het leger op zo'n klein stadje als Hattem? Dat kwam eigenlijk omdat de inwoners van Hattem niet wilden luisteren. En ze accepteerden niet de nieuwe bestuurder die de stadhouder had aangewezen. De prins van Oranje had een bestuurder aangewezen als nieuwe stads... Die was wel geboren in Hattem, was wel iemand uit de stad, maar ze accepteerden hem niet. En ze zeiden van, ja, wij willen niet dat hij in onze stad in de eed wordt opgenomen. En tot 2 maal toe wisten ze dat tegen te houden. Ja, toen zei het provinciebestuur, als het niet goed gaat, dan moeten we het leger er maar op afsturen. En dan moet het maar met militair geweld afgedwongen worden. Het regeringsleger wordt niet alleen afgestuurd op Hattem, maar ook op Elburg. Maar alleen Hattem wordt beschoten. Alleen Hattem wordt beschoten. Elburg en Hattem worden allebei ingenomen en de bevolking vlucht. Maar nu zijn de patriotten terug. Mannen, wat mooi. Mooi geworden. Zeker, wat mooi dat u er bent. De patriotten zijn terug in Hattem. Gilde, geef acht. Voorwaarts, gaan.
Arnagilde bestaat al 450 jaar. 550 jaar. Ja, dit jaar 550 jaar. Maar sinds kort weer opgericht in Hattem. Ja, 2007 zijn we weer opnieuw leven ingeblazen om de historie van het Arnagilde toch weer tot leven te laten komen. In de patriottentijd waren jullie heel belangrijk. Waren wij belangrijk voor de verdediging van de stad. Het is niet helemaal gelukt, de verdediging toen. Je kunt niet alles hebben in het leven. Maar je hebt het wel geprobeerd. We hebben het wel geprobeerd. En jullie waren gewoon, jullie streden voor die democratische idealen. Toen was het voor de democratische idealen die we nu nog steeds hebben. Het Gilde bestaat al heel lang, maar het was een beetje een slapend bestaan. En u heeft het echt weer een nieuw leven ingeblazen een paar jaar geleden. Echt om die patriottengeschiedenis en de hele geschiedenis van Hattem levend te houden. Wij voelen ons allemaal vurige oud-patriotten en anderzijds burgers van de stad Hattem. Dus daar hoort een stadsschilder bij en dat hebben we weer in ere hersteld. Kijk, en dat vind ik nou prachtig, hè? Dat u zo op deze manier de geschiedenis levend houdt. En daarom verdient u het namens ridder Bas en mijzelf om ook ridder van Gelre te zijn. Zeker u als oprichter, maar eigenlijk voor het hele Schuttersgilde. Ik wou zeggen, dat is wij met alle broeders bij elkaar. Want dat zijn we, die broederschap. Maar u als eerste gildekoning, u verdient dit zonder meer. Meneer Henri. Ik ben er trots op. Ridder René, wij zullen dit met vurigheid en enthousiasme voortzetten. Dan leg ik nu de pijl erop. Oké. En dan mag je schieten. Goed kijken, man, hoe het moet. Dank u, heren. Schutter klaar. Succes, Joost. Schiet hem maar. Gefeliciteerd, Joost. Ja. Is ons devies ten aller stond, wijden zij bekend in troon. Prachtig, mannen. Zo, laten we even staan voor de foto. Een jaar lang vechten de patriotten tegen het Nederlandse regeringsleger. Maar dan moeten ze vluchten naar het buitenland. Robert Jasper van de Capelle wordt zelfs ter dood veroordeeld door de rechters in Gelderland. Hij vlucht naar Frankrijk en schrijft daar dit boekje. Hij wordt hier zelfs verrader van mijn vaderland genoemd. Ja. Dat schrijft hij aan het begin van zijn eigen boek. Ja. Omdat hij dat ook, denk ik, zo ervaarde. Dat iedereen dacht dat hij de verrader van het vaderland was. Terwijl eigenlijk hij de brenger van de democratie is voor het Gelderse gebeuren. En voor heel Nederland. Maar hij zag zichzelf dan schijnbaar eerst als verrader. Om zich daarna te verdedigen tegenover zijn doodsvonnis. En daarom heeft hij dat boekje geschreven? En daarom heeft hij dat boekje in Duinkerke geschreven. In zijn periode als banneling. Want hij is gevlucht. Hij moest vluchten. Hij was ter dood veroordeeld. En het enige wat de weg die open bleef, was de vlucht naar Frankrijk. Omdat hij daar gelieerd was aan het Franse koningshuis. Dus die zinnen zijn aardig complex. Hè? Ja. Allemaal samengestelde zinnetjes, kommaatjes. Ik vraag aan de stadhouder of hij niet stilzwijgend gewettigd heeft het vonnis dat zo onrechtvaardig tegen mij is uitgesproken. Dus hij wantrouwt de stadhouder echt, hè? Ook nog steeds. Ik vraag aan mijn recht of zij niet met dit vonnis te stellen beoogd hebben om mij verbitterde stadhouder te behagen. Dus hij verdenkt de rechters er ook van dat ze eigenlijk Willem... Ze zijn gestuurd door de stadhouder. En eigenlijk dus al op voorhand dus geen gratie mogelijk was. Robert Jasper heeft er wel een hoge prijs voor moeten betalen. Alles. Ja, heeft hij daar ooit spijt van gehad dat hij die keuze heeft gemaakt? Er is in ons familiearchief ligt een brief waarin hij duidelijk zegt... ik vind het verschrikkelijk wat ik jullie heb aangedaan. Dus van het goede leven, uiteindelijk op het eind van mijn leven... ja, dit te moeten aanbieden. En dat is zijn grootste spijt geweest. Hij heeft nooit spijt gehad of betoog in een brief waarin hij zegt... ik heb spijt van mijn daden waar ik mee begonnen ben met die patriotten... in Gelderland en de leiding daarvan. Maar ik heb wel spijt ervan dat mijn familie erg geleden heeft onder mijn politieke overtuigingen. Ja, want ook zijn familie werd aangepakt. Uitgekleed. Uitgekleed, letterlijk. Ja.
Hattem was eigenlijk het begin, zou je kunnen zeggen, van een burgeroorlog. En burgeroorlog, dat is een verschijnsel. Ja, gelukkig hebben wij dat in Nederland niet meer. Maar Syrië bijvoorbeeld op dit moment is een en al burgeroorlog. Dat was een beetje de situatie zoals het op het eind van de 18e eeuw ook in Nederland was. En Hattem en het beschieten van Hattem was dat eigenlijk het eerste moment eigenlijk. Wij hebben onze petitie. We willen eigenlijk meer van dit soort verhalen, verhalen uit Gelderland, in het onderwijs, bij geschiedenis. En daar gaan we een grote handtekeningenactie voor organiseren. Want dat is een democratisch recht. Dus willen jullie allemaal ook je handtekening zetten, zodat er meer van dit soort verhalen op school verteld worden? Van der Capelle wordt zo gehaat door de stadhouder en zijn aanhangers dat de orangisten zijn familiegraf opblazen. Zou dat de reden zijn waarom tot op de dag van vandaag de laatste rustplaats onbekend is? Robert Jasper, die kwam toen hier zeg maar de patriotten uiteindelijk toch de macht kregen, die kwam terug hier. Dus hij is hier gewoon een oude man geworden. Ja. Maar oude mannen gaan een keer dood en die worden ook een keer begraven. Waar ligt hij nu? Nou, dat zijn vermoedens waarvan ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat hij dus niet wilde dat opnieuw een graf dus opnieuw opgeblazen zou worden. Mijn veronderstelling is, met ook wel wat documentatie erover, dat hij gewoon heeft gekozen voor: ik moet ergens anoniem begraven worden, maar ik wil toch wel, ja, een beetje toch, ja, opstand. Een opstand, ja. Dus ik denk dat hij uiteindelijk is bijgezet in een graf van een familielid. Van hier? Van Schimmelpennink van de Ooijen. Dat was zijn overgrootvader. Dus het is een directe familieband met de Van der Capelles en de Schimmelpennink van de Ooijen. En wat geeft u het gevoel, want ik zie zijn naam niet staan. Nee. Wat geeft u het gevoel dat uw overgrootvader hier ligt? Dat is op twee dingen gebaseerd. Ik heb een heel vreemd droom gehad. Een droom. Dat ik op een kerkhof liep en dat ik een grafheuvel zag met een steen. En dat hij daar lag. Alleen in mijn droom kon ik ook die grafheuvel in. En zag daar kisten. En van die tijd af heb ik dus echt het gevoel dat hij, gezien zijn familierelatie met de Schimmelpennink van de Ooijen, dat hij zich hier heeft laten bijzetten. U bent wel de vertolker van waarvoor hij staat nu. Ja. Hetzelfde bakkie. Ja. En dan ook nog via de telepathische kant vinden we zijn graf. Ja. Misschien. Misschien. Het dat blijft het mysterie. Ja. Dat blijft nog een mysterie tot het ontrafeld is. Maar het zou een geweldige ontrafeling zijn van een langdurig drama. Ja. Ik heb iets meegenomen. Want ik ben de hele dag met u op pad geweest. En ik vind het zo ongelooflijk dat een van de verbreiders van het vrije denken waar Nederland nu zo voor staat. Ja. Die dat bijna met zijn leven heeft moeten bekopen. Ook nog een echte Gelderlander. En u hebt het allemaal verteld. U bent al baron, maar nu bent u ook ridder van Gelder. Ja, deze oorkonde is verdiend. En de titel is nog meegedragen door mijn ouders. Dat bedoel ik. Wist je dat de stadhouder, die Oranje, dat die de democratie keihard is neergeslagen? Ja, waar onze Gelderse voorouders, de patriotten, zo hard voor gestreden hebben. Die Van der Capelle, dat was een echte held. Die is alles kwijtgeraakt. Ja, het is wel mooi. Die democratie komt echt uit Oost-Nederland. En we kunnen gewoon een petitie tekenen. Wil jij ook nog even doen? De petitie voor meer en beter Gelders geschiedonderwijs. Want we moeten echt meer verhalen hebben uit Gelderland in het geschiedonderwijs. En als u dat ook wilt, kunt u ook tekenen op Facebook. Facebook/Ridders van Gelre. Wie wil dat ook niet? Alvast bedankt.